Vandaag gaan we voederhuisjes maken voor vogels. En waar kan je dat beter doen? In de kringwinkel. Want in de kringwinkel daar vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat dat voedsel droog blijft, gaan we eerst een kommetje maken waar we het inleggen. Maak er een gat in. Komt dit daarop. En hier komt uiteindelijk een afdak over. En dat afdak dat zorgt ervoor dat zij droog zitten als ze willen eten. En zorgt er ook voor dat het voedsel droog blijft. Nu, om aan de slag te gaan, ik zal het altijd eerst wel een beetje afplakken, want zo'n steengoed, dat kan wel eens barsten. Zo. Steenboren, die kunnen nogal agressief zijn, maar als je fijn begint, gaat dat wel. Maar ook met een ijzerboor lukt dat precies. Of een glasboor, zelfs nog beter. Oké. Die stangen die koop je meestal op een meter en dan zaag je daar een stukje naar, bijvoorbeeld met een ijzerzaag. Best doen we er eerst een moertje op. Een rondelletje. Nog eentje. En een klein beetje lijm ertussen om die moer vast te maken. En langs de andere kant doen we net hetzelfde. Zo, voilà. We hebben een dak. En wij zitten ook graag droog om te eten. En nog een koortje. En zo kunnen we het ophangen. En wat we erin gaan doen, zonnebloempitjes. Super lekker. Heel vet en olierijk. Dus perfect om de winter door te komen. En pinda's. Geen gezouten, ook geen pikante. Niet met paprika, maar gewoon simpele pinda's. Zo. En morgen terug opnieuw komen vullen.